blijft er onduidelijkheid over het plan. En het is maar de vraag of de zeer technische uitleg van minister De Jager vandaag nou echt verhelderend werkt. Ja, dan kun je met de A's en die 9 natuurlijk terugspelen op de boer. Dan heb je een beginstift. Dat is de eerste stift waar je op komt. Eerste stift, ja. Ja. Dan ga je met de vrouw terug. Stel dat ik namelijk hier al die zwarte kaarten heb, die klavers. Zou ik die 8 bij die 9 kunnen leggen? Kun jij de 10 daarna terugnemen? Dubbelstift. Dat is dubbelstift. Dubbelstift? Ja? Ja, ja. En op een bepaald moment, als je dus hier met de 6 komt, op een gegeven moment gaat hier in de pot het midden. Dat is dus de kleur die leidt, zeg maar. Ja. Op dit moment is zwarte kleur die leidt. Dus ga jij met deze boer, ga je hier bij de 4 leggen. Dan heb je dus een jack in de box, als je deze vrouw. En dan moet je op een gegeven moment zeggen, elleboog op tafel, stift. Stift. Ja. Zie je? En dan heb je 9, vrouw, boer. Dus dat gaat samen met A's. Terugnemen op de 7, 10 erbij halen, eventueel hier, drietje erbij, kun je hem terugnemen. En dan moet je besluiten of je inzet gesneld wordt. Ja. PvdA, D66, GroenLinks en de SP vinden dan ook dat er nog te veel onduidelijkheid is over het steunplan. En dus debatteert de Tweede Kamer morgen opnieuw over de kwestie.